Dat is een valse beweging. Ja. Haha, it's real fucking funny. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar One False Move. Of meerdere. Uit 1991 of 1992. One False Move. Begint met een stel partyende mensen. Op een gegeven moment komt er iemand binnen en die zegt, oh, ik ga heel eventjes weg. En dan komen er in één keer mensen binnen. Het verjaardagsfeestje is in één keer een overval. Was het een verjaardagsfeestje? Het was een verjaardagsfeestje. Ja, het was een taart. Je hebt gelijk. Ze moesten Marco hebben, want Marco die heeft een hele hoop drugs en geld. Ze laten nog wel één iemand achter en die houdt die andere mensen in de gaten, terwijl die anderen afreizen naar het huis van Marco om daar geld en drugs te gaan halen. Dat zijn Fantasia en Ray. Ray is nogal een heet hoofd. Fantasia is gewoon het vriendinnetje van Ray. Pluto, die dus achterbleef in dat andere huis, die pikken ze dan op met die drank en drugs en seks en drugs en geld en rock en roll. En er zijn een hoop doden gevallen, ja. Dus ze trekken al heel snel de aandacht van een hele hoop politie. In ieder geval de politie in L.A. Precies. En die hebben al heel snel door wie het zijn en ze gaan er achteraan. Maar ze horen ook op de camera van het feestje dat ze onderweg zijn naar Star City. Daar zit ook een politieagent en die heeft daar nooit zoveel te doen. Voor de eerste keer in 5-6 jaar gebeurt er eindelijk een keer iets, weet je wel. Dus die sheriff, Dale Dixon heet hij. Ja. Dat klinkt als een surfband. Maar goed, die is sheriff en die heeft er eigenlijk niet zoveel te doen. Dus die denkt, ja, grote zaak, tof. En die ontvangt de twee agenten die vanuit L.A. naar hem toe worden gestuurd om deze zaak tot een goed einde te brengen. In One False Move. Film uit 1992. Of de... 91. Of 91. Maar wie moeten we geloven? Dat is IMDb. Nee, ik geloof IMDb niet meer. Nee. IMDb zegt 91. Wij zeggen 92. Precies. Wij zeggen... En luister nou maar gewoon naar ons. Want wij hebben waarschijnlijk gewoon gelijk. Ook over deze film. Wij zijn dus op zoek naar films om te bespreken. En dan komen we soms iets tegen waarvan we denken, nou, nooit van gehoord. One False Move. One False Move. One False Move. Dat is net zo één. Ja. Wat horen wij? Bill Paxton speelt erin. Billy Bob Thornton. Dan denk je, Double Bill. Double Bill? Double Bill, hoppakee. IMDb zegt 7,1. Hallo zeg. Letterboxd zegt 3,7. Wel, goddonnetje. En dan verneem ik ook nog dat zowel Siskel en Ebert alle twee dood. Ja, dit een geweldig gave film vinden. Misschien wel. Best movies of the year. I like it just as much as you did, Roger. Kun je het voorstellen? We gaan dadelijk zoeken welke films in 92 in de running waren. Om voor hun om te zeggen dat dit de allerbeste is. Dus, blijf kijken. En hij is opgenomen in de Criterion Collection. Ja, dan moet het toch gewoon wel een dan meesterwerk moet het... zijn. Nou, een meesterwerk is misschien overdreven. Ik bedoel... In ieder geval een goede film. Het is niet zo dat ik per se alle films uit de Criterion Collection fantastisch vind. Dat ik alle films met een 7 of hoger op IMDb per se fantastisch vind. Ik bedoel, de Marvel films zullen dat misschien ook al halen. Als je dan alles bij elkaar optelt, dan kun je toch wel iets verwachten. Nou ja, je kunt er vooral van uitgaan dat IMDb een redelijke graadmeter is. Want zelfs als mensen het een onvoldoende geven, ja, of mensen het een voldoende, dan heb je een soort gulden middenweg. En als je uitkomt op boven een 7, ja, dan zijn er niet zo heel veel mensen die dit een slechte film vinden. Ja, niet zo heel veel. Maar er zitten er hier twee op de bank. Nee, het is geen aanrader. Dat ga ik gelijk zeggen. Ja, meteen. Is dat vast uit de weg geruimd? Oké. De film zelf. Als je naar het verhaal gaat kijken. Mm-hmm. Het is best een clever geschreven verhaal. Dus we beginnen met een best wel heftige roofoverval. Ja. Er worden een hoop agenten opgezet. In de eerste 10 minuten gaat het eigenlijk alleen maar daarom. En dan denk je, ja, niet boeiend. Nee. Dan heb je een paar criminelen op de vlucht. En die zijn, die zijn bot en lomp. En dan denk je ook van... Ja, daar heb ik ook helemaal niets mee. Wat ze hebben geprobeerd hier te doen, is een bepaald aantal morele thema's aan te raken. Op een, denk dat de schrijver vindt, ingenieuze wijze. Maar ik denk, jezus, dit is wel cheap, zeg. Ja, dat vind ik ook. Godverdomme. Heel kut gewoon. En het verhaal zelf,
Oké, okay, wat ze probeert te schetsen is dit. Je hebt de city cops die natuurlijk gewoon hun werk moeten doen. En ze komen in één keer oog in oog met een nogal boerse plattelandskop. Weet je wel, die kent iedereen en die moet alles oplossen. Hij heeft nooit wapen getrokken. Nee, precies. Dus ze speelt het verschil tussen hoe stadsagenten het zouden oplossen tegenover een dorpsagent. Ja, ik zit nu jij dit zou zitten vertellen, zit ik aan die film te denken. Dan denk ik, hoe kut is dit gespeeld? Ja, dat is het ding. Hoe kut is dit? Dat is toch de fout van de film. Ze gooien een likable character op. Ja. Die hebben wij echt nodig, want je begint... Het begin was echt... Met een paar assholes. Een paar assholes, maar het was ook gewoon kut om naar te kijken. Alle karakters die ze hier opzetten, ook die twee... politie-inspecteurs uit L.A. waren ook stom, vond ik. Die waren echt... Je komt daar om een moordzaak. Echt een flinke moordzaak, hè? Dat was een enorme moordzaak eigenlijk waar ze op zaten. Mm-hmm. Dat was een... Kast van een moordzaak. Hé, 6 doden. Die komen ze daar oplossen. En wat gaan ze als eerste doen, s'avonds? Gaan ze lopen pimpelen. Nou, kijk, maar daar dacht ik nog van... Oké, dus ze moeten nu wennen aan het feit dat ze het anders oplossen. Oké, want van, een plattelandsmentaliteit. Misschien komen ze dan wel meer samen. En daar vond ik de film, dacht ik, interessant. Ik denk, oké, they need to pipe the fuck down. Yeah. Ze moeten hem misschien zijn werk laten doen. Ze moeten niet zo meteen veroordelend zijn van... Oh, wat is dit voor jokel? En dan komen ze erachter dat hij dus goed zijn werk doet. Doen ze helemaal niks meer met deze onzin, hè? Dit is dus een scène die dan loos is. En dan zit mij eens te kijken en denk van... Ja, komt dit dan nog terug? Er zitten heel veel loze scènes in. Er zitten ook scènes in die je ziet gebeuren. Mm-hmm. En dan vervolgens de scène later... loopt iemand te vertellen... wat er in de scène daarvoor is gebeurd. Mm-hmm. Dan denk ik, dat is fucking loos. Ja, dat is vet, wat je dan vanaf kan snijden. Ja, je hebt het net laten zien. Mm-hmm. Het is show don't tell en niet show and tell. Mm-hmm. Fucking hell, wat ben je aan het doen? Ja, inderdaad, wat ben je aan het doen, film? De regisseur, die kun je echt een hele hoop dingen hier op hem afrekenen gewoon. Ik bedoel, dat je in het script de likable characters die je opwerpt ook nog eens een likable maakt. Oké, dat kun je misschien bij één doen, maar doe het niet bij allemaal gewoon. Want je doet het gewoon bij allemaal. Je moet iemand hebben om je aan vast te klampen. Dat is het gewoon. En als geen van deze characters likable is, dan weet ik niet waarom ik de film aan het kijken ben. Dan weet ik niet waarom ik naar een conclusie aan toe werken ben waarbij ik denk, oh, dat is bevredigend. Want niemand is likable. Ze zijn allemaal verwerpelijk. Dus je hebt een vrouw die de kind in de steek heeft gelaten. En Wout vermoord. En een spoiler. Ja, precies. De twee criminele vrienden waarmee ze de boel heeft gedaan, kunnen we gewoon daar laten. Dat waren eikels. Maar dat zijn ook gewoon eikels. Ja. Dus dan zou je denken, zij is op sleeptouw genomen. Ja. Daar moet je iets mee doen. Doen ze niks mee, want ze vermoordt op een gegeven moment de politieagent. En ze schijnt er geen berouw over te hebben. Nou, dan heb je dus de agent die de held moet zijn. Eindelijk een likable character. Ja. En wat doen ze daarmee? Ja, ik ga het gewoon verklappen, want niemand gaat deze film ooit kijken. Nee, niemand mag deze film van ons kijken. Oké, die heeft haar vroeger verkracht. Want ik spoil het gewoon, fuck it. En dan denk je, oké, dat maakt je ook al niet likable. En dan heb je nog een zoon van 5 jaar. En die heb je niet erkend, ook nog eens. Super, wat een geweldig verhaal dit. Waarom moet het allemaal van die misère ellende zijn? En dan heb je twee agenten die gevraagd zijn om de zaak op te lossen. Ja? En die lachen hem een beetje achter zijn rug uit. Ja. Cool! Ja. Dit zijn je characters. En tot overmaat van ramp denken ze op een gegeven moment de zaak op te lossen. En dan denk je bij jezelf, dit is het stomste wat ik ooit heb gezien. Dus je hebt op een gegeven moment die vrouw die op het einde die is weg. Die is naar een geheim huis gesluist. En de enige die dat weet is die broer. Dan zou je denken, dan zou ik zeggen, zet die broer onder druk. Nee hoor, die broer die zet ze in de gevangenis. Maar de enige die ook nog getuige daarvan was, die vrouw heeft een zoontje. Die is daar een keer heel eventjes kort, heeft hij die moeder mogen zien. Ja. Dus die weet ook waar die moeder is. Ja. En dan denk je dus, slimme mensen. Ze nemen dat kind mee. En dat kind moet raden waar ze naartoe zijn gereden midden in de nacht. Is het deze afslag? Is deze afslag? Nee, dat denk ik niet. Nee, die is het niet. En dan heb je ondertussen genoeg tijd om de climax gewoon te vernachelen. Je voelt gewoon aan alles. Alles. Bij het einde.
Sowieso. Ik ga gewoon van de hak op de tak, maar dat maakt niet uit. Want ik kom nu bij het einde en dan denk ik ineens, oh ja, ja zo begint het we einde. Doen het gewoon op gevoel. Ja. Je zit de hele tijd naar die film te kijken en je hebt een soundtrack waarvan je denkt, godverdomme zeg, dit hebben we al eerder gehad. Ik zei gekscheren dat ik wel hem op cd heb, maar dat is gewoon echt... Het is echt verschrikkelijk. Het is niet te doen. Mondharmonica, bluesgitaartje. Ja. Het deed me denken aan Red Rock West, die we eerder dat hebben gedaan. Jij zegt het, ik moest er de hele tijd aan denken. Goed. Dat deed me aan denken. Maar je hoort dus de hele tijd ook naast een gitaartje een mondharmonica zo. Hey Joe! Junie! Nee, dat is de gast van de soundtrack gewoon. Daar zit hij. Helemaal blij, ik. Want dat was toch het hoogtepunt van de film, moet ik zeggen. Het is dus een Criterion Collection. Een aanbeveling van Siskel en Ebert. En dan denk ik bij mezelf... Op welke gronden? Op de gronden van de morele thema's. Ik zeg het jou. Ik weet gewoon niet wat de film wil zeggen. Dat is het gewoon. De film wil zeggen, niet meer kijken. Dat riep hij de hele tijd in mijn oren. Nooit meer kijken. Dat nooit meer zien. Nee, dit is een film die ik nooit meer hoef te zien. 1992, Siskel en Ebert. Siskel en Ebert. Dit is een van de beste films volgens hun. Oké, beter dan Reservoir Dogs, JP. Reservoir Dogs, dat is nummer 1. Oké, beter hè? Bram Stoker's Dracula, ik noem er gewoon een aantal. Ja, is goed. Beter dan Batman Returns. Army of Darkness. Basic Instinct. Braindead. Die was ook echt kut. Ja, dat was geen. Nee, dat was gewoon echt een B-film. Hallo, dit is gewoon cinema. One False Move. In it. Ja, precies. Two thumbs up, way up for One False Move. Precies, daar hebben we het over. Ik kan me niet voorstellen als je deze film gezien hebt dat je denkt, nou ja, deze, die kans ik meten met die film. Nothing less than one of the year's best films. Ze hadden gewoon groot gelijk. Tot de volgende keer! Heeft Billy Bob Thornton mensen bedreigd? Is dat het?